Jongens en meisjes, ik weet alles over batterij, maar dan ook alles. Ja, echt alles. Ik ga het ook bewijzen door jullie 3 gouden tips te geven over batterijen. Oké, zijn jullie klaar? Hier komen ze. Ten eerste, vervang alle batterijen van een toestel op hetzelfde moment. Ah ja, 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 want anders dan is er eentje al meer moe dan de andere en dan werkt het toestel misschien niet zo goed, hè? Ja, voilà. Dat was mijn eerste super interessante tip. Dat is graag gedaan. Tip 2. Zorg dat mama en papa de batterijen juist in het toestel steken. Bij James moet ik er ook altijd op letten. Hè? Dus de oogjes altijd aan de juiste kant, zodat ze zeker geen ruzie maken. Voilà, tweede geniale tip. En dan mijn derde gouden tip. Bewaar al je nieuwe batterijen op een droge plaats en op kamertemperatuur. Zo gaan ze langer mee. Dat is echt waar. Geen leugen. Dat is echt waar. Ja, en daarom ga ik de ideale constructie maken om mijn nieuwe batterijen te bewaren. Namelijk, een paraplu tegen de regen. Een ventilator om de batterijen koel te houden. Voilà. En dat is dan de ideale situatie voor deze nieuwe batterijen. Wacht, ik bedenk juist iets. Klein detailje. Als ik de ventilator een hele dag laat aanstaan om de batterij koel te houden, dan is dat waarschijnlijk ook niet zo goed voor het milieu. Weet je wat? Ik doe de ventilator gewoon weg en ik leg de batterijen in de berging. Daar is het ook altijd fris. Voilà, probleem opgelost. Allee, naar de berging. Hoppakee.